Ik zou even de tijd willen nemen om de Heer om zijn wijsheid te danken voor het sturen van zijn dienaar, Neil Frisby, om ons leven te verrijken en ons deze geweldige boodschap na te laten, de uitverkorene voorbereidend op de spoedige terugkeer van onze Heer en Heiland Jezus. Hier is een prachtige kerstboodschap die Neil schreef. Hij hield er het meest van om te schrijven en te praten over de geboorte van Jezus, omdat hij wist dat Jezus de verlosser van de hele mensheid was, God in menselijk vlees gemanifesteerd. Johannes 1 vers 14, de ware God en Schepper kwam de mens bezoeken. Jesaja 9 vers 6, de machtige God, de oude van dagen, in de vorm van een baby, onze verlosser. De eeuwige Vader. Het woord zelf zegt het. Zie, wees goedsmoeds. Ik, Jezus, kom spoedig weer terug. Laat uw licht niet doven zoals anderen dat hebben gedaan, maar laat uw lichten branden met de olie, zalving van de geest. En nu de kerstboodschap van broeder Frisby. Op dit moment word ik door de Heer beslist geleid om enkele prachtige schriftgedeelten te citeren en u zult de rest van deze brief zeker interessant vinden. Lucas 1 vers 46, 49. Maria zei vers: mijn ziel verheerlijkt de Heer en mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland. Want Hij die machtig is, heeft mij grote dingen gedaan en heilig is zijn naam. Vervolgens Lucas 2 vers 9, 11. En zie, de engel des Heren kwam tot hen en de heerlijkheid des Heren scheen over hen. En de engel zei vers: want u is heden in de stad van David een redder geboren, dat is Christus de Heer. Hoe zoet en onthullend onthult en beeldt zijn geest ons dit uit. Gezegend is Jezus, de koning, want hij is de Allerhoogste. Op dit moment wil ik enkele opmerkelijke gebeurtenissen onthullen. In Matteüs 2 vers 9, 10, toen ze de koning, Herodes, hadden gehoord, vertrokken ze, en zie, de ster, die ze in het oosten zagen, ging voor hen uit, totdat hij kwam en bleef staan waar het jonge kind was. De wijze en de ster uit het oosten zijn onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Christus. Wat was de ster? Het vers geeft aan dat de wijze de ster op verschillende tijdstippen zagen. Was het een gewone ster, een komeet of wat? Nee, ik denk niet dat het een van deze waren. Ook astronomen vertellen ons dat er rond die tijd een conjunctie van planeten was. Ze leken zo dicht bij elkaar te staan dat ze één werden. Dit zijn de namen die de mensen gaf: Venus, Jupiter en Saturnus. Hoe God ze noemde, dat is een ander verhaal. Maar ik geloof ook niet dat dit het is wat de wijzen zagen. Hoewel het mogelijk een teken was voor de wereld dat er een geweldig evenement op komst was. Ik geloof dat wat aan de wijze mannen verscheen de vuurkolom was, omdat het klaar was om zichzelf te verdichten en het kind binnen te dringen. En later zou diezelfde vuurkolom tussen hen inlopen. Het vers verklaart dat de ster voor hen uitging totdat hij boven het kind stond. De ster veranderde feitelijk van richting terwijl ze reisde, net zoals de wolk en de vuurkolom dat deden bij de kinderen van Israël. Jaren voor de geboorte van Christus waren er ook vele tekenen aan de hemel en net voordat Christus verschijnt zullen er weer tekenen aan de hemel zijn die wijzen op zijn wederkomst. Lucas 21 vers 25. Dus we zien dat het mysterie van de prachtige ster is opgelost. En het staat bekend als de vuurkolom, de heldere morgenster. Deze was ook in de brandende braamstruik in de dagen van Mozes, ook was het betrokken bij de strijdwagen van Israël. 2 Koningen 11 vers 12, 4,
Het staat bekend als de zon der gerechtigheid die opkomt met genezing onder zijn vleugels. Maleachi 2 vers 68, het laaiend vuur en de heerlijkheid op de berg, enzovoort. Wanneer Jezus terugkomt, zullen we ongetwijfeld heel wat te zien krijgen. Naast de wolken van heerlijkheid zullen enkele oogverblindende lichten hem en zijn engelen vergezellen. Er is nu nog redding in de wereld, maar binnenkort zal de deur gesloten worden. Genade zal zijn beloop hebben gehad. Dus laten we het vuur van onze redding brandend houden en aan iedereen die we kunnen getuigen, omdat we weten dat de tijd erg kort is. Deze kans krijgen we niet nog eens. En zoals de tekenen het aangeven, komt er binnenkort een einde aan ons generatietijdperk. Einde citaat. Van ons allemaal hier in het kantoor van broeder Frisbee tot jullie allemaal, we hopen dat je een geweldige en vreugdevolle kerst zult hebben. Een tijd om na te denken over de geboorte van Christus met je familie en geliefden. En aan al diegenen die deze maand helpen met een collecte, zal ons geschenk aan jullie een beperkte speciale uitgave zijn ter nagedachtenis aan de bediening van broeder Frisbee. Je wilt het zeker niet missen. Ik breng ook een speciale DVD uit, een prachtige kerstboodschap die broeder Frisbee predikte. Ik vertrouw erop dat u deze maand uw best zult doen om het werk van de Heer te gedenken. De Heer gaf mij dit schriftgedeelte, Psalm 68 vers 11, de Heer gaf het woord, groot was het gezelschap van degenen die het uitgaven. Uw broeder in Christus, Gerald Frisbee. Jesus is coming.